Oh, ze was een straatvechter, noem ik dat, ja. Ze was, als ze ergens haar tanden in zette, dan ging het ook gebeuren. Nou, toen ik begon in de buurt was het daar wilde je niet zijn. Er was allemaal kraakpanden en junks en narigheid. En Nel begon toen en Nel had haar hart en ziel verloren hier aan de buurt. En heeft daar zich zo verschrikkelijk voor ingezet. Nel de Jager had zeker geen kantoorbaan. Dag en nacht was zij als straatmanager van de Haarlemmerstraat en dijk bezig met de wijk. In 2014 stond ze op haar strepen toen er oneenigheid ontstond over de besteding van het geld voor haar geliefde straat. Het zijn ingrijpende besluiten en beslissingen. Als je die wil nemen, dan moet je dat heel zorgvuldig doen. En dat vereist een goede analyse en die ontbreekt op dit moment. Nel de Jager deed ook andere dingen, maar ze bleef altijd verbonden met de Haarlemmerbuurt. 4 jaar geleden stopte ze als straatmanager, maar ze bleef erg geliefd bij de bewoners en ondernemers. Ze zal zeker gemist worden en er zullen heel veel ondernemers die er al heel lang zitten. Ja, die hebben daar... Kijk, zij heeft het groot gemaakt ooit, deze hele straat en die dijk. Dus ja, ik vind ook nog steeds, ik moet echt nog steeds heel erg wennen aan het idee dat ze er niet meer is. Een zeer strijdbare, krachtige vrouw die totaal geen blad voor haar mond had. Helemaal niet. Gewoon een toppertje. Ik vond het echt een toppertje met grote, dikke koelen. Het mag ook in de krant gezet ook worden, gewoon een topvrouw. Ze verdient eigenlijk een standbeeld, maar dat zou een beetje te veel van het goede zijn. Maar ik hoop dat er iets gebeurt, want ze heeft het verdiend. Absoluut.